Dit is de laatste webles in de serie over kwantumfysica en in deze webles wil ik gaan kijken naar het examen van 2016 VWO eerste tijdvak waarin je de kennis van het hoofdstuk kwantumfysica moet gaan toepassen. En dat is de opdracht die heet trillingen in een molecuul en hij bestaat uit een aantal deelvragen en de eerste vraag van het examen is vraag nummer 16 en in vraag nummer 16 wordt beschreven de situatie van een molecuul dat bestaat uit een jood en een waterstofatoom, waarbij het waterstofatoom dus door het joodatoom wordt aangetrokken en een trilling ondergaat. En de vraag is aan ons: bereken de veerconstante van uh, van deze trilling eigenlijk. En dit heeft nog helemaal niks met kwantumfysica uh, te maken. Je moet hier gewoon net doen alsof je te maken hebt met een massa-veersysteem. En de massa, dat is dus de massa van het waterstofatoom. En de, veer wordt, de veerkracht wordt veroorzaakt door de aantrekking en de afstoting tussen beide atomen. Nou, voor een massa-veersysteem hebben we een formule. Die luidt T is 2 pi maal wortel m gedeeld door c. En in vraag 16 moeten we de veerconstante berekenen. Nou, het eerste wat je dan natuurlijk doet, als je netjes wil werken, is de vergelijking die we hebben omschrijven zodat uh, de onbekende links van het eerste teken staat en alles wat je weet aan de rechterkant. En dan krijg je deze vergelijking. Nu gaan we eens kijken wat er gegeven is. Gegeven zijn de volgende twee dingen: de frequentie is uh, gegeven in de tekst, die is gelijk aan 6,92 x 13 hertz. En de massa van het waterstofatoom, die kun je opzoeken in BINAS. Um, klein probleempje: in onze vergelijking staat hoofdletter T, trillingstijd, en wij werken met F. Maar nu weten we natuurlijk dat f gelijk is aan 1 geheel tot t, dus we kunnen de vergelijking omschrijven tot deze vergelijking. En hier staat alles aan de rechterkant, uh, alles wat daar staat is bekend en kunnen we invullen. Nou, als we dat gaan doen dan krijgen we de volgende berekening. De massa van het waterstofatoom wordt dan 1,67 x 10-27 kg. Uh, vergeet niet dat de frequentie in het kwadraat moet en dat komt dan uit... 316 newton per meter als veerconstante. Vraag 17. Vraag 17 gaat verder met dit molecuul. En in vraag 17 wordt gevraagd: leg uit waarom de waarschijnlijkheidsverdeling van het waterstofatoom eruit ziet zoals het, er, er, eh, het eruit ziet. En dat is een beetje een vervelende vraag. Want waarschijnlijkheidsverdeling dat hebben we eigenlijk alleen maar gebruikt bij kwantumfysica, maar je kunt het ook gebruiken in andere situaties. Waarbij je niet Vanuit de kwantumfysica naar een situatie aan het kijken bent. En dat moeten we hier eigenlijk ook doen. We hebben dus dat waterstofatoom. En dat waterstofatoom dat voert een trilling uit. Net alsof het een massa is. En wij moeten nu iets zeggen over de kans dat we het blokje, het waterstofatoom, ergens tussen de twee uiterste standen zullen vinden. En die kans heeft natuurlijk te maken met de snelheid waarmee het uh, atoom beweegt. Als de snelheid groot is. Dan is de kans klein dat je het zult vinden in dat gebiedje, want het atoom is dan ook weer heel snel het gebiedje uit. Op de punten waar de snelheid laag is, dan heb je een grotere kans dat je het atoom zult vinden. En nu weet je van een uh, trillend voorwerp dat uh, aan beide uiteinden de snelheid zelfs eventjes nul zal zijn. Dus daar zul je de grootste kans hebben dat je het uh, atoom vindt. En uh, bij de evenwichtstand is de kans het kleinst. En dan krijg je dus een verdeling die er zo uitziet. En bedenk dat het oppervlak onder deze grafiek dat dat altijd gelijk is aan 100%. Een tweede deelvraag is uh, de volgende: kun je schetsen de situatie, de kansverdeling die je krijgt als je een um, systeem, systeem hebt waarbij de trillingsenergie groter wordt? En um, als je dus een hogere trillingsenergie krijgt, ja, dan moet je inzien. Dat uh, de amplitude verandert. Die zal groter worden. Dus de uitslag die het atoom maakt is groter. En dat houdt ook in dat de snelheid waarmee het atoom door de evenwichtstand gaat ook groter wordt. Dus je krijgt twee dingen waarmee je te maken krijgt. Ten eerste zal de waarschijnlijkheidsverdeling breder worden. Want in plaats van 60 picometer zal de amplitude groter worden. Maar je moet natuurlijk ook uh, inzien dat de totale oppervlak onder jouw grafiek 100% moet blijven. Dus als jouw grafiek breder wordt, dan moet er ook ergens iets af. En dat uh, eraf, dat gaat dus uh, rond de evenwichtstand. Want hij krijgt daar ook een grotere snelheid. En de kans dat je hem in de evenwichtstand zult vinden, zal dus alleen maar kleiner worden. Dus je moet iets zoals deze schets, moet je dan uh, zien uh, terug te vinden in jouw antwoord. Hij wordt breder en in het midden wordt hij ook lager. Vraag 18. En nu gaan we echt uh, kijken naar uh, de kwantumfysica. Je krijgt namelijk van deze situatie, van het uh, jood waterstofmolecuul, uh, krijg je de energieniveaus. En je krijgt ook uh, bij welke frequenties uh, deze, mo dit molecuul uh, oftewel licht absorbeert, oftewel licht uitzendt, emiteert. En we krijgen figuur 2, waarbij we de frequenties kunnen aflezen, waarbij dus een foton wordt uh, aangemaakt. En hier moet dus goed naar kijken. En als je nou goed kijkt, dan zul je zien dat dit eigenlijk een heel apart plaatje is. Want je kunt hier drie frequenties aflezen. En uh, als je goed kijkt, dan zul je zien dat geld in situatie B, dat frequentie in situatie B precies twee keer zo groot is als de frequentie in situatie A. En de frequentie in situatie C. Is zelfs precies drie keer zo groot. Ja, wat wil dat nu zeggen? Als de frequentie twee keer of drie keer zo groot is, uh, en dan kun je dus deze formule erbij pakken, dan is de energie die het foton meekrijgt, die wordt dan ook twee keer of drie keer zo groot, want de energie is gelijk aan h mal f, en h is gewoon een constante, de constante van plank. Dus uit het plaatje van figuur 2 kunnen we opmaken dat de energiesprong die hoort bij lijn b, Emissielijn B dat die twee keer zo groot is als de energiesprong die hoort bij emissielijn A. En voor uh, C kun je zeggen dat de e energiesprong zelfs drie keer zo groot is. Hoe ziet dan het plaatje eruit waarbij je de verschillende energieniveaus um, terugziet? Je kunt dus een sprong maken ter grootte van, laten we het 1 noemen, maar dan kun je ook een sprong maken van 2 en ook een sprong maken van 3. Hoe ziet dan dat plaatje eruit? Nou, het plaatje krijg je al, dat staat in figuur 3. En je ziet als je nou rustig kijkt naar figuur 3, dan zul je zien dat inderdaad uh, de sprongen die je hier kunt maken, die zijn of 1 groot, bijvoorbeeld van uh, de grondtoestand naar uh, N 1. Uh, of hij is 2 groot, bijvoorbeeld van N 1 naar N 3. Of hij is 3 groot, maar je hebt geen tussenwaarde. Dus het plaatje van figuur 3 komt overeen met het emissiespectrum wat je in figuur 2 ziet. Tweede deelvraag van vraag 18 is: kun je nu ook uitrekenen hoe groot uh, de energie is die uh, samenhangt met de emissielijn A? En dat is dus uh, deze uh, lijn. En dan kun je de waarde aflezen. Je kunt aflezen bij welke frequentie dat het gebeurt. En dat is ergens in de buurt van de 0,68 x 10 tot de macht 14 hertz. Um, dan kunnen we natuurlijk ook uh, deze formule weer gebruiken, want als we de frequentie weten. We hoeven alleen nog maar H bij in te vullen en je kunt de energie uitrekenen die het foton meekrijgt. Um, dan moeten we goed kijken, want deze vraag vraagt ze specifiek naar de energie in elektronvolt uitgedrukt. Dus we moeten deze waarde nog even delen door 1,902, want die nog meer 19. En we krijgen ons antwoord 0,28 elektronvolt. De derde deelvraag van vraag 18 is, uh, oké, okay, maar we hebben ook uh, bijvoorbeeld lijn B zitten. Lijn B is een emissielijn die hoort bij fotonen die twee keer zoveel energie hebben als de fotonen die bij lijn A horen. Bij welke overgang hoort dat dan? Dus we kijken naar deze lijn. Uh, deze formule gaan we natuurlijk ook weer gebruiken. We hebben net al gezien dat de frequentie van lijn B twee keer zo groot is als de frequentie van lijn A. Dat houdt in dat de energiesprong ook twee keer zo groot zal moeten zijn als de energiesprong die bij lijn A hoort. En de energiesprong, ja, die staat eigenlijk in figuur 3 uitgezet. Dit is onze energiesprong die bij lijn A hoort. Want dit is de kleinste sprong die je kunt maken. Dus de laagste frequentie. En nu moeten we op zoek naar een sprong die twee keer zo groot is als deze sprong. Nou, dan heb je twee mogelijkheden. Het kan of deze zijn, of deze zijn. Dan zijn natuurlijk allebei goed. Ze vragen hier maar één van de twee. Dus als je één van de twee aangeeft, dus of van de grondtoestand naar de uh, tweede... Um, Aangeslagen toestand of van de eerste naar de derde aangeslagen toestand. In beide gevallen heb je te maken met fotonen die horen bij emissielijn B. Vraag 19 is een theorievraag. In vraag 19 zeggen ze eigenlijk: eh, Kijk eens eventjes naar wat je al weet van de energieniveaus bij een, eh, oneindig hoge, of een put met oneindig hoge wanden en eh, de energieniveaus die horen bij eh, elektronen die om een waterstofatoom heen draaien. En kun je aangeven waarom beide energieniveaus, beide plaatjes, beide verdelingen niet horen bij de situatie die we net hebben gezien. De situatie bij een uh, jood waterstofatoom, uh, molecuul, sorry. Um, dan moet je eerst laten zien dat je weet hoe het uh, plaatje eruit ziet bij een put met oneindig hoge uh, wanden. Nou, daar heb je een formule en in die formule staat eigenlijk aangegeven dat de energie... Toeneemt met de opeenvolgende aangeslagen toestanden en uh, het verband is kwadratisch. Bij een waatsofatoom zag het er iets anders uit. Het verband uh, leek meer op een uh, omgekeerd kwadratisch verband. Hoe dichter je komt bij de ionisatie-energie, hoe dichter de lijntjes bij elkaar gaan liggen. En in plaatjes ziet dat dan zo uit. Uh, dus bij een deeltje in een put gaat, gaat elke opeenvolgende lijn die komt steeds verder te liggen van de voorganger. En bij het waterstofatoom krijg je dat ze steeds dichter bij elkaar gaan zitten. Wat belangrijk is dat je inziet dat in beide gevallen de, de energieniveaus niet even ver van elkaar af liggen. Je hebt niet telkens dezelfde sprong zoals je die wel had bij het waterstof-joodmolecuul. Eh, dus beide situaties kunnen niet slaan op de situatie die hoort bij het molecuul. Vraag 20 tot slot. En in vraag 20 wordt eh, teruggegrepen naar uh, Heisenbergs uh, uh, relatie en ze vragen, kun je uitleggen waarom het waterstofatoom nooit zal kunnen stilstaan? Dus hij zal altijd moeten trillen wanneer het om uh, het uh, joodatoom heen beweegt. En dan moet je laten zien, je moet uh, het inzicht hebben dat wanneer uh, iets stilstaat, een voorwerp stilstaat, dat je dan precies weet waar het zich bevindt. En de onzekerheid delta x in de positie die is dan nul. Maar als het ook geen snelheid heeft en dus ook geen impuls, dan weet je ook hoe groot de onzekerheid is in je impuls, die is dan namelijk ook nul. Wat zegt Heisenberg nu? Heisenberg zegt: dat je hebt altijd een onzekerheid in plaats en in impuls. En hoe klein de een ook is, vermenigvuldigd met de ander zal het altijd groter zijn dan een bepaalde minimumwaarde. Wanneer ook maar één van de twee, of delta x of delta p, nul wordt, dan krijg je dat het product ook nul wordt en dat je dus niet voldoet aan uh, de vergelijking van Heisenberg. Dus de conclusie is: stilstaan kan niet. Het uh, waterstofatoom kan nooit stilstaan.